Paarden draaien. En nou is de start goed, zijn ze onderweg en gaan we eens even kijken wat de eerste meters ons brengen. We zien in ieder geval Galopades aan de buitenzijde van Toscanini Vond. Galopade ook zo te zien van paard nummer 4, Brenda Charisma. Een korte galopade wel te verstaan. En de deelnemers die gaan dan op weg naar de eerste bocht. En daar wordt er vooraan aardig gestreden om de leiding. Kijken we ook even naar de tweede band, dat is redelijk goed weg. Maar Michel Rotengatter, hij is toch wel de man die de leiding in handen heeft genomen met paard nummer 3, Easy Joe. Paarden komen op weg naar de rechte lijn voor de tribune en Easy Joe die gaat in een lang gerekte formatie aan kop en moet dan zo dadelijk langs de finishpaal nog twee volledige rondes afleggen. Galopade erachter voor Ennius Boko. Ennius Boko springt daar weg en uitgeschakeld nummer 1. Eén galop. Wordt thans voorbij gelopen door Fidelity Rhythm enerzijds. Ook Europort Pride ligt er goed bij. En daarachter is de aansluiting voor paard nummer 6 en dat is Iron Vivant. En deze paarden hebben dan wat voorsprong op daarachter Brenda Charisma. En achter Brenda Charisma komen ze er dan aan vanuit de tweede band. Onder andere Robin Bakker met zijn nummer 5 Toscanini Vond. De gangmaker voor het paard daarachter en dat is paard nummer 10 Banker Transair. Maar Bakker ja, zal hem misschien wel even inparkeren, misschien ook niet. Dat is uiteraard aan de man zelf. Hij besluit om zijn Toscanini toch verder naar voren te sturen. En gaan we dan zo dadelijk halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan koersen. Met nog altijd dezelfde koploper en dat is Easy Joe. Easy Joe lengte voor op de tweede plaats daarachter Fidelity Rhythm. En achter Fidelity Rhythm volgt dan ook aan de binnenzijde Europort Pride. Daarachter gaat van het tweede spoor naar het tweede spoor paard nummer 6 Iron Vivant. En ja, ik heb het idee dat Emmingen een klein beetje hoopt dat Roeges dat ook wel wil. En Roeges wil dat ook wel. En zo zie je weer wat ja, zo'n Emmingen toch in zijn macht heeft. We komen inmiddels in de rechte lijn en het is daar dat aan de leiding nog altijd gaat Easy Joe. Fidelity Rhythm op de tweede plaats. Buitenzijde nu Europort Pride. Als ideale gangmaker voor paard nummer 6 Iron Vivant. Achter deze paarden hebben we dan aan de binnenzijde de deelnemer die daar eigenlijk ook al vanaf het eerste uur redelijk goed bij ligt. En dat is Brenda Charisma met Toscanini Vond. En aan de reling dan Stardi Poggio. Daarachter is het dan de 10 Banker Transerme nog een ronde te gaan. Daarachter Blackhawk, of pardon, Flashback moet ik zeggen. En die wordt op een lengte gevolgd dan door Kaan Olderson. En achter Kaan Olderson is het Zenyatta. En dat zijn de paarden met alle kansen waarbij de favoriet nu als eerste de kruppel in het hoenderhok gooit. En die komt aan de buitenzijde in de aanval en dat is Banker Transair. Banker Transair versnelt, maar vooraan gaat het tempo omhoog en het is daar nog altijd die Easy Joe. En Rotengatter, ogenschijnlijk heer en meester van de situatie. Tweede plaats Europort Pride. Daarachter aan de binnenzijde geen meter te veel voor Fidelity Rhythm. Dicht daarbij opereert dan ook nog Iron Vivant. En Iron Vivant die gaat nu in het derde spoor naar voren om die koploper misschien wel terug te halen, misschien niet. We zijn inmiddels halverwege de laatste bocht. Nummer 8. En dan springt Fidelity Rhythm er in het heets van de strijd uit en komt aan de buitenzijde naar voren. Die nummer 6 Iron Vivant. Maar Rotengatter aan kop met zijn Easy Joe. Heeft de leiding nog altijd stevig in handen en heeft de concurrentie in grote moeilijkheden. Zelfs Banker Transair, want die komt dan aan de buitenzijde naar voren. Maar heeft nog bergen werk te verzetten. Laatste rechte lijn. Aan de binnenzijde nog altijd aan de leiding die Easy Joe. Tweede plaats erachter is het Iron Vivant. Maar Michel Rotengatter mogelijkerwijs op weg naar een van de mooiste uit zijn carrière. Of komt daar dan toch weer die deksels Hemmingen? Nee hoor. Deze is voor Michel. Hij wint het. Nummer 3, Easy Joe. Tweede aan de buitenzijde, Iron Vivant. Derde, geweldig, Brenda Charisma.